Hartelijk welkom, meneer Komrij. In het drekhol. Why so? Om met een gewaardeerde collega te spreken. Welke collega? Ischa Meijer. Oh. Ja? Ja, ik volg de televisie niet meer zo natuurlijk. Nee. Dat drekhol is iets wat ik 20 jaar geleden geschreven heb. Het zou eventueel beter geworden kunnen zijn. Is het beter geworden? Ik weet niet, ik zie het zelden. Ik doe mijn uiterste best om naar de Nederlandse televisie te kijken als ik de kans krijg. Want u woont in Portugal. Wat kunt u zien? De kabels zijn niet lang genoeg. Nee. Nee, maar u kunt nog wel iets tot u nemen van ons? Jawel, af en toe. Wat ziet u? Wat kunt u zien daar? Ik zie af en toe nu, sinds een paar maanden, RTL 5. Alleen 5? Niet 4? Nee, dat is gecodeerd. En dan moet je dus geld betalen. En om 35 gulden in de maand te betalen om goede tijden, slechte tijden te zien, lijkt me ook een beetje te veel van het goede. Nee. Maar... RTL 5 wel, ze moet op een of andere manier de kabel, omroepbestel omduiken of de wet. En dan zetten ze dat op zo'n satelliet en dan kunnen wij dat weer ontvangen. Maar, kijk, dus u hebt geen idee of de treurbuis nog de treurbuis is? Daarom wil ik me ook daar niet zo graag over uitspreken de huidige kwaliteit ervan. Nee. Doorgaans met dit soort dingen weet je dat alleen maar steeds erger kan worden. Laten we afspreken dat ik erg mijn best zal doen. Meer kan een mens toch ook niet geven, zal ik maar zeggen. Nee, maar het is ook natuurlijk onzin wanneer iedereen zich persoonlijk aangesproken zou voelen. Er wordt veel uitgezonden en ik weet, en dat was ook toen al, er worden ook aardige dingen uitgezonden en er is een boel trash op. En dat hoort gewoon zo. Ik zal even iets meer over u vertellen. Winnaar van de PC Hoofdprijs 1993, romanschrijver, dichter, samensteller van de meest gelezen bloemlezing van poëzie, denk ik. 100 werken vertaald uit het Nieuw-Grieks, Latijn, Frans, Duits en Engels. Vooral bekend door de Shakespeare-vertaling. En ook door de vertaling van de versjes uit de musical Cats. Schrijver van beschouwende stukken over alles wat u beweegt en wat ons ook beweegt. Ik zei het net, u woont in Portugal al 10 jaar... toch schrijft u iedere week in de NRC. U kunt zich ook nog opwinden over van alles en nog wat hier gebeurt. Wat kan het u nog schelen? Ja, als mensen dat tegen mij zeggen, klinkt er altijd iets in door van... hij ligt daar lekker in de zon met een koep frambozenijs. En ik loop hier door sneeuw en regen. En ik moet hier lijden. Waar bemoeit hij zich mee? Hè? Maar zo werkt het natuurlijk niet. Ik lig daar niet in. Ik hou helemaal niet van in de zon liggen. Ik werk daar. En ik werk als Nederlands schrijver in de Nederlandse taal voor een Nederlands publiek. En blijf daarmee ook een Nederlander. Maar waarom bent u dan daar naartoe gegaan? Vervelende Calvinisme, waar je toch altijd een... Al verzet je er nog zo tegen een tik van die molen blijf je altijd houden, ja. Waarom bent u dan daar naartoe gegaan? Oh, ja, dat is het oude romantische idee dat van naar het zuiden willen verhuizen. Dat heb ik mijn hele leven gehad. Dorthin, wo die citronen bluren. En ik vanaf mijn vroegste jeugd geweten, ik ga mijn 60s in in het zuiden wonen. In de Mediterranee. Vanuit Winterswijk. Ja, tuurlijk. En op mijn 30ste dacht ik, waarom doe ik het niet op mijn 50ste? En op mijn 39ste dacht ik, waarom doen we het niet op mijn 40ste? En toen hebben we, de meeste mensen blijven dan leven met zo'n voornemen, het komt er nooit van. Maar toen hebben we alles in een verhuiswagen gestopt.
zijn de grens overgedonderd en hebben ons in het diepe gestort. Ja, bent u daar ingeburgerd in dat Portugal? Ja, wat heet ingeburgerd? Ben je ingeburgerd als je in een dorp van 100 zielen op de Veluwe woont? Het is maar een heel klein dorpje en we zwaaien met elkaar. Naar de voorbijgaande. En bij de kruidenier ben je ingeburgerd, ja, maar meer ook niet. Nee. Maar u hebt daar niet mensen om. Wat je hier in ieder geval hebt, is dat je mensen om je heen verzamelt waar je nog eens bij het haardvuur een goed gesprek mee kunt voeren. Oh, dat is heel moeilijk, ja. Ja, want de dichtstbijzijnde stad is, waar we vroeger woonden, was het 7 uur rijden, maar nu toch altijd, nog altijd 3 kwartier. Ja. En ja, goed. En die taal? Nou, die taal gaat wel. Ik spreek die taal. Ik heb daar nooit een boekje over grammatica bij gepakt. En dat gewoon geleerd zoals je dat als kind leert. Dus ik woon daar nu 10 jaar en ik spreek het als een kind van 10. Maar ik moet je waarschuwen dat een kind van 10 ongelooflijk kan lullen en schelden. Hè? Ja, en dat doet u ook. U lult en u scheldt. Nou, in het Portugees. In het Portugees. Ja, nee, maar dat wil dus zeggen dat u voor een heel groot deel op uzelf en uw partner bent aangewezen daar in dat land. Ja, maar of je nu in Portugal woont of nogmaals in Drenthe of op de Veluwe, dat is geen verhouding tussen Portugal en Nederland, het is een verhouding tussen stad en land. Wij wonen gewoon op het land in een eenzaam huis. Jawel, maar als je in dat Portugees het niet anders kunt uitdrukken dan als een kind van 10, dan wil dat dus zeggen dat je op z'n tweeën bent teruggeworpen. Maar hier komt er nog wel, zelfs als je in Winterswijk woont, komt er nog wel eens iemand op de brommer. Ja, ik ben wel eens af en toe in Nederland. En goddank hebben we de hele zomer Nederlandse vrienden over de vloer. Ja, maar ik stel me die lange winters voor in Portugal, waar het toch ook nog flink om de rotsen kan gieren. Absoluut. Klopt. Ja. Dan moet je. Dan moet die relatie tegen aardig wat bestand zijn, wil je het met z'n tweeën volhouden. Dat is ook wel wat ik denk als ik hier door de polder rij, zie zo'n boerderij. En dan is, nou ja, hier wonen we allemaal boven elkaar, maar je hebt toch soms dat je heel lang niks. Je stelt je daar in echtpaar, waar die elkaar met messen naar het leven staan. Wat je zegt. Ja. Komt ook wel eens voor, natuurlijk. Maar doorgaans gaat dat vrij behoorlijk, ja. Ja. U hebt 17 jaar geleden, 1976, een jaar lang televisiekritieken geschreven. Er zijn mensen die daar nu nog steeds pillen voor innemen. Ja. Nou, die samenvatting die ik aan het begin gaf van de treurbuis en het drekhol, dat is wel goed samengevat wat u in dat jaar van de televisie vond. Hè. Nu hebt u een nieuw boek geschreven. Ik heb hier allemaal boeken van u. Dit is de nieuwe, Dubbelster. Dat speelt zich af in die televisiewereld die u dus in ieder geval nietswaardig vond. En ja, u vond het niks. Ja, maar dit is het milieu, maar wat erop kwam, ja, dat was wat anders. Ik bedoel, de televisie was voor mij altijd een soort, en dat is het nu nog steeds voor, hè, een soort, ja god, een gigantische elektronische vuurwerkfabriek die, als het aan Joop van den Ende en de zijnen ligt, elke avond een afgebrande luciferkop produceert. Hè? Maar waarom hebt u dat boek? Daar gaat het niet om, het gaat om het milieu, achtergrond, het leven daarvan, en dat is wat men vroeger Hilversum noemde, niet waar? En dat is een wereld vol intriges en schandalen. Nou ja, schandaaltjes. En dat is een heel interessant milieu om een roman in te situeren. Het verbaast mij echt dat het nooit eerder is gebeurd. Ja, het gaat over een, wat wij met een goed Nederlands woord een showmaster noemen. Die heet Otto Kapteijn. In de ogen van zijn publiek een enorme ster. Hij is populair bij hoog en bij laag, kun je zeggen. Hè? Heeft het publiek wel een idee van wie die werkelijk is? Hij is natuurlijk wel zichzelf en hij is ook wie die op de televisie, zoals hij op de televisie verschijnt. Hij heeft ook nog een dubbelganger die misschien wel zijn plaats zou kunnen innemen. Wilt u daar nou eigenlijk mee suggereren dat die mensen die dat werk doen inwisselbaar zijn?
Nou, inwisselbaar niet, maar het ging mij in dat boek om het probleem van ja, de enorme roem die je ineens krijgt van de ene dag op de andere. Zo'n jongen, en er staan er altijd honderden anderen te trappelen om zijn plaats in te nemen, is op zichzelf niet inwisselbaar, maar is een marionet in de handen van die tv-producenten. En op een dag staan ze voor de spiegel en dan zien ze zichzelf al als een ster aan de andere kant van de spiegel staan. Vandaar die dubbelster hier en daar. En in het aardigste geval gaan ze naar zijn schoenen lopen, daar heb ik niks op tegen. Maar in het ernstigste geval vindt er iets van een vervreemding plaats. Ze worden onmiddellijk geconfronteerd met een beeld dat de mensen van ze hebben, hè, dan op een enorme schaal, hè, tot in de verste uithoek van het land. En dat worden ze zelf? Gaan dan zelf, vooral als ze geen beeld van zichzelf hebben, geloven in dat beeld dat de mensen van zich hebben. En dat vond ik een interessant thema en dat is een lijn in dat boek. Ja, ja. Zullen we eens kijken of het waar is? Wij hebben 3 van die mannen voor u uitgenodigd. U blijft er wel heel ernstig bij kijken. Het is ook een ernstige zaak. Wij hebben ze gevraagd om uw boek te lezen. Dubbelster, dat hebben ze ook gedaan. Hier zijn François Boulanger van het spel Lingo. Rolf Wouters van Now or Never. En Rob Fruithof van Waku Waku. Het is absoluut. Het zijn Chinezen voor u. In elk geval wat u zegt is absoluut koeterwaals. Ja, u begrijpt er helemaal niks van. Nee. Nou, deze heren hebben alle 3 een veel bekeken, zeer gewaardeerd spelprogramma dat zij presenteren. Hebben jullie een beetje kunnen horen wat meneer Comré zei, het beeld dat hij gaf van een presentator zoals u 3 bent? Voldoet u daar een beetje aan, meneer Boulanger? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik mezelf niet echt herken in dat boek, nee. Nee? Nee, absoluut niet. Nee, maar hij zegt ook van, iemand gaat voor de spiegel staan, ziet die ster, hè, en dat neemt dat beeld tot zich en die roem en gaat het daarop lijken. Nee. Als ik... Ja. Nee, ga je gaan. Nou, ik heb het boek gelezen en ik vond het een goed boek. Toen deed ik het open en toen ging ik het ook echt lezen. En toen vond ik het een slecht boek. Ik vond het een heel slecht verhaal. Ik had eigenlijk veel meer verwacht. Ik vond het heel knap geschreven, maar goed, het is ook Gerrit Comré. En waar het de Nederlandse taal betreft zit het echt heel kunstig in elkaar. Dus alle lof. Maar het verhaal is heel mager. Want je denkt van tevoren, eigenlijk zoals je het zelf aangaf, dat het gaat over een televisiester. En dat je wat meer te weten komt over dat wereldje wat erachter zit. Maar al minstens 100 pagina's van het boek gaan over een homoseksuele relatie van die presentator met zijn vriend. Daar komt 30 keer het woord gel in voor. Daar heb je zelf geen last van. En daar komt 30 keer het woord gel in voor. En ik dacht dat Jan Wolkers dat al had afgedekt zo'n 20 jaar geleden. Dus eigenlijk gaat men een heel klein stukje van dat boek over die echte televisiewereld. En daarbij zijn de karakters niet echt uitgediept. Kijk, daar begint het al. Het gaat te weinig over mij, dus het is een slecht boek. Hè? Het begint al die vervreemding en die... Wat gek hoe de informatie bij u anders overkomt. Van de presentator. Jij me ook wat? Ja, ik ook wat. Nou, ik heb een beetje hetzelfde... Ik dacht ook van... Ik had me enorm op verheugd om het te lezen. Waarom? Omdat Gerrit Comré is niet de eerste beste schrijver, vind ik persoonlijk. We weten zijn verleden naar de televisiewereld toe, vanwege de kritieken die hij daar vroeger over geschreven heeft. Dus als hij dan een boek schrijft over dat milieu, dan verwacht ik daar heel veel van. En met name heel veel humor. En dat vond ik dus heel erg tegenvallen. Ik had gedacht van, nou, dit wordt een satirisch boek wat zich in het milieu van de televisiewereld afspeelt. Dat klopt ook wel. Maar ik had verwacht dat daar heel veel om te lachen zou zijn. En dat was niet het geval. Meneer Comré. Het is inderdaad een boek waarin zich voor tv-presentatoren en dergelijke een zeer groot mededogen ontwikkelt. Meer dan humor daarover. Ja. Nee, maar hebt u zich... kijk, als zij nou zeggen, ik herken mij daar niet in, hè?
Hebt u zich in die zin in de man die u beschrijft verdiept? Door in zekere zin zitten we natuurlijk hier op de televisie pratend, het televisieaspect daarvan een beetje te zeer te benadrukken. Het gaat over een heel ander thema. Een thema waar ik altijd een beetje huiverig heb om erover te praten, omdat je dan de mensen zoveel leesplezier ontneemt, omdat je dan iets van de plot verraadt. En dat thema is alleen maar het milieu waarin het zich afspeelt en dat gaandeweg komt dat een beetje op de achtergrond. Zonder dol te zijn op struikrovers heb ik een roman over Robin Hood willen schrijven. Ja. In die zin hoeft het natuurlijk ook absoluut niet op de werkelijkheid te lijken. Maar er wordt bijvoorbeeld zo reëel in beschreven hoe uw presentator ook iemand is dankzij de roddelbladen. U noemt dat dan het blad Argus. En de man danst eigenlijk naar de pijpen. Ja, Het gaat ook over de roem, hoe iemand beroemd, enorm beroemd kan worden, maar door de roddelbladen en zijn publiek ook weer genadeloos in de diepte gestort. Maar het is natuurlijk tot onnatuurlijke proporties uitvergroot. Het boek is onder een soort vergroot spiegel gelegd, hoe zeg je dat? Tenminste, het milieu waar het zich afspeelt, de mensen die daarin voorkomen. Maar die man in dit boek is natuurlijk ook zo beroemd, daar zijn jullie nog lang. Ja, dat denk jij. Maar daar ben ik niet achter gekomen. Betekenen die bladen iets voor jullie in je carrière? Voor mij persoonlijk niet. Ik denk ook dat die bladen voornamelijk iets betekenen als je zelf graag wil dat ze iets voor je betekenen. Ja, met andere woorden, betekent iets voor jou? Ja, want de bladen waar je bedoelt zijn een soort reclamedrager voor het programma wat je brengt. Hoe bedoel je dat? Nou, als je een programma maakt, Waku Waku, en er wordt in zo'n blad iets geschreven over een voorval bij Waku Waku, wat kijkers naar Waku Waku erg leuk vinden, dan is het een soort reclame. Maar wil dat zeggen dat jij ze af en toe een brokje voer toewerkt? Als het over het programma gaat, ja. Als het over niet programma over het privéleven. Nou, nee. Doe jij dat ook? Ja, heel af en toe. Ik zeg af en toe wel eens, je moet ze af en toe een kluifje voorhouden. Daar bedoel ik mee dat als er iets onschuldig is, om een voorbeeld te noemen, dat is misschien werkt het helderste. Ik krijg op een gegeven moment, neem ik motorrijlessen. Nou, ik heb nu ook een motor. Maar en dan ga je die lui dus bellen om te zeggen... Nee, absoluut niet. Want zover vind ik het ook weer niet gaan. Maar toevallig komen ze daar dan achter. Dan bellen ze mij op van, god, je neemt motorrijlessen. Mogen we daar een paar foto's van komen maken en daar iets over schrijven? Nou, in eerste instantie denk ik van... En dat doen ze dan? Ja, want dan denk ik, wie vindt dat nou interessant, dat ik motorrijlessen... Maar dat laat je ook toe? Ja, want dan komt er een dubbele pagina van mij op een motor met mijn instructeur erbij. Ja, het is heel vreselijk, maar... Ik begrijp het nu wel. Ben je er een jaar vanaf? Nou ja, bij wijze van spreken. Ja. Ik zou naast deze nog even zeggen dat ik daar dus absoluut maar niet mee doen. Zodra ze de pest aan je krijgen, gaan ze jou fotograferen in een montage met de meid die je op die motor verkracht hebt. Ja. Dat zou in uw boek zou dat waarschijnlijk gebeuren. Maar kunnen ze werkelijk gebeurd? Dat praten we straks even over. Maar kunnen ze je maken en breken? Nee, niet maken, wel breken. Daar geloof ik helemaal niets van. Die mensen kunnen niet. Nee, ik geloof dat ook niet. Maar ik geloof om met meneer Komrij te spreken, dat is toch wel dan. Dan geef je toch wel je tijd aan de, laten we zeggen, de onwelriekende gluurdersbrigade. Ja, waarom geef je daar je maar tijd aan? Maar ik denk dat dit een beetje een andere discussie is die al uitgebreid bij jou in je programma en ook bij Philip Frederiks al aan de beurt is geweest met Joep van het Hek en noem maar op. Het is een onderdeel in het boek van meneer Komrij. De Argus, het rollenblad de Argus speelt daar natuurlijk een rol in. Omdat het ook een rol speelt in de wereld waarin wij ons begeven. Nee, maar luister eens. Jullie beweren dus, Rolf, jij beweert dat die mensen invloed hebben op je. Dat die kijkers voor je kunnen trekken. Maar dat is toch waan? Dat is toch, ja. Dat geloof ik niet. Dat is toch waan? Nee, ik zeg niet kijkers trekken, echt. Ja. Want dat moet je doen met je... dat moet het programma doen, niet je doen. Nou, wat moet je er dan nog mee verder? Mensen zijn toch, kijkers naar het programma, geïnteresseerd in dingetjes achter de schermen, voorvalletjes, die gebeurd zijn. Nou, en waarom zouden ze die niet mogen horen? Het feit dat jij daar niet aan meedoet, wil niet zeggen dat je er niet in staat. Want je staat er deze week in ook, hè? Ja, nou, ik geloof het werkt. Ja, maar wel met zulke kleine stukjes dan. En dat scheelt, want pagina groot kom je er niet in als je gewoon niet meewerkt. Wat is af en toe erger, dat je er met zo'n klein stukje in zit wat vreselijk gelogen is? Of dat je er met een onschuldig iets...
iets komt wat je dan zelf... Ja, ja. Nou, maar ik denk gewoon dat op het moment dat je eenmaal begint met dat soort dingen... dat je begint met die kleine kluifjes, dat dat langzaam grotere kluifjes worden... en dat je het gewoon niet meer kan controleren. Zit er in wat met de man die beschreven wordt in het boek van meneer Kommerij... die wordt op een bepaald moment ook gewoon gedumpt als hij niet meer zo populair is. Kan dat met u drieën ook gebeuren? Dat zei ik net. Absoluut. De bladen kunnen je wat dat betreft wel breken door privé dingen toch op te halen en te overdrijven. En zou je daardoor bij een programma weg moeten? Zou je daardoor bij een programma weg moeten? Nee, daardoor zou het publiek je wel eens minder leuk kunnen gaan vinden, omdat ze denken... Maar zou je daardoor gedumpt kunnen worden door je werkgever? Wat bedoel je? Door het blad, gedumpt of door de werkgever? Door je werkgever. Een ander voor jou in de plaats zou staan zoals meneer Kommerij zegt, 30 te trappelen om het over te nemen. Nee. Ik kan me niet voorstellen dat als de bladen slecht over je schrijven, dat dan Gerard Hulshoff van de KRO tegen mij zegt van joh, wij stoppen dat wakkoe, want je staat negatief in de baan. Zou iemand anders het, ben je in die zin inwisselbaar ook dat iemand direct, anders het ja. Over kan nemen? Per direct, ja. Altijd. Ja? Ja? Je persoonlijkheid is niet inwisselbaar, maar wel de verschijning als presentator in een programma. Dat is kan iemand anders ook. Ik doe nu 6 jaar wakkoe en dat is behoorlijk populair. Ja. En ik denk niet dat na 6 jaar dus kunnen zeggen van... goh, we gaan het overmorgen met Flip Jansen doen. Nee. Hoe goed Flip Jansen ook is. Ik bedoel, op een gegeven moment, ja, die is heel goed, hè. Maar op een gegeven moment word je natuurlijk toch het... op een gegeven moment word je toch een beetje het gezicht van het programma. Dat kan je niet meer zo gauw dan dus... Maar het kan altijd zo afgelopen zijn. Het kan altijd zo gebeuren. Ja, hartelijk dank. En met 2 avonden heb je een nieuw gezicht, hè? Ja, dat zegt hij nou. Meent u dat? Met 2 avonden heb je een nieuw gezicht. Denkt u dat het zo simpel is om zo'n spelletje te presenteren? Ik ken de spelletje niet. Ik wil daar geen persoonlijke oordelen. Nee, maar om een spelletje te presenteren. En er zijn walgelijke programma's, maar er zijn ook leuke programma's. Nee, maar u hebt wel eens, in die zin hebt u ervaring, dat u, ook dat kan ik mij herinneren als de dag van gisteren, wel eens een programma... De hele ontwikkeling nu van het omroepbestel naar de commerciële omroep, dat steeds serieuzer zal worden. En dat men echt gewoon elke keer gaat bekijken, slaat iemand aan en dan wordt erover vergaderd. Mm. Terwijl die presentator nog niet weet welk lot hem boven het hoofd hangt, is die al afgevoerd. Ja. Huh? Nee, maar u denkt dus echt dat wij hier van de eerste rij deze 2 aardige uitziende heren daar ook voor kunnen nemen. Terwijl, die kant gaat wel een beetje verversd in de bak. Nee, maar u hebt ooit eens een programma gepresenteerd. Ik herinner mij dat nog als de dag van gisteren, eerlijk gezegd. En toen dacht ik, hij is er vast deze keer achtergekomen dat het misschien nog wel een vak is. Hè? Ja, dat was ook een... God, man, wat was dat erg. Dat was een grandioze mislukking. Jezus. Maar we hebben het toch ook maar bij 1 keer gehouden? Ja. Godzijdank voor u ook trouwens. Ja, absoluut. Maar het was ook niet anders van plan, denk ik. Ja, dat zegt hij nou. Nee. Als u geen schrijver was... Wat zou u graag iets anders willen? Ik kan niks anders. Nee, maar veronderstel dat u het zomaar kon kiezen. Tja, God, wat zou je willen? Zou je in plaats van letters noten willen schrijven? Nou ja, ik zou, hoe heet dat, wel archivaris willen worden in een heel vergeten archief in een heel stil provincieplaatsje. Harpist, een mooi beroep. Hè, waar niemand naar luistert en waar niemand behoefte aan heeft. U houdt heel veel van muziek. Ja, muziek vind ik de moeder van alle kunsten. Hè. Dat is toch schitterend om geen woord nodig te hebben en toch alles te zeggen. Hè. Al die andere dingen. Dan heb ik het niet over quizzen presenteren, maar dan heb ik het over kunst. Hè? Schilderen, filosoferen, poëzie. Hè? De serieuze dingen hè, waar iemand een beetje beroemd mee zou moeten worden. Hè? dan denk je, dat zijn allemaal maar mengvormen. Die muziek is toch de grote, grote oermoeder van al die dingen. We gaan nu naar muziek en luisteren. Ja. Want we hebben muziek voor u uitgezocht. Ik wou nog zeggen, ik had pas een uitspraak in het laatste boek van Sidoran gelezen. Dat was een prachtige uitspraak. Als
iemand is die alles aan Bach te danken heeft, dan is het God wel. Ja. Wij hebben fado-muziek voor u uitgezocht. Dat is ook heel mooi. Ik hoopte dat u het mooi zou vinden. Ik vind het in ieder geval heel erg mooi. Portugese muziek, dus de fado gezongen melancholie en heimwee naar het onbereikbare. En ze vertelde onszelf, de mensen die het hier gaan spelen, het zijn als het ware de blues van Portugal. En nou, dat vond ik wel heel erg mooi gezegd. Guitarra, Nuno Glico. Manuel Mendoza, viola. Mendoza, moet ik zeggen. met een C, met een C. En de fado-zanger Manuel Marques. En hij zingt Maria do Céu. Maria do Céu. Do céu nascera e em paz crescera na madragoa, era mais bela farina fresca e ladina que eu vi em Lisboa. Quando chegava à janela, a brinda de par em par, vi o Chico olhar para ela ao partir num barco à vela para a rua de faina do mar, sempre a cantar. Maria do céu, primavera em flor, serei sempre teu. Adeus, meu amor. Se Deus me ajudar neste anseio meu, por ti deixo o mar, por ti deixo o mar, Maria do céu. Onde ao Chico embarcar, ele abalar não mais voltou, porque o mar que a estremecera tanto quisera lhe roubou. E ela louca passa o dia à janela olhando o mar, a gargalhar de ironia, vai cantando a melodia, já cansada de chorar ao recordar. Maria do céu, primavera em flor, serei sempre teu. Adeus, meu amor. Se Deus me ajudar neste anseio meu, por ti deixo o mar, por ti deixo o mar, Maria do céu, Maria do céu. Nou, u woont weliswaar 10 jaar in Portugal, maar u leest iedere dag Nederlandse kranten, heb ik begrepen. Dus wij kunnen u ook wel het een en ander voorleggen van wat wij
verzameld hebben. Wat iedere dag is te veel van goeie. Ik heb hier, als ik hier ben, wel wat meer te doen dan kranten lezen natuurlijk. Hè. Van hot naar haar lopen, zoals dat heet. Maar, ja. Jolanda uit de incestzaak uit Epe, gevolgd een beetje. Ja. Niet alle ins nee. en outs. Nee. Ik bedoel, er waren zo laatst zoveel verkrachters en verkrachten dat ik het niet meer heb kunnen bijbenen. Enfin, er wordt een boek over haar leven geschreven, dan kunt u het weer helemaal ophalen. De vier agenten die door haar beschuldigd zijn van verkrachting willen nu via een kort geding te weten komen wat er in dat boek over hen geschreven wordt. De uitgever zegt, als de eisers gelijk krijgen, zou er nooit meer een kritisch boek over personen kunnen verschijnen, omdat eventueel de inhoud ze niet aanstaat. Wat vindt u daarvan? Dat lijkt mij volkomen terecht. Het gaat niet aan om van tevoren te proberen een boek te verbieden. Ik weet niet wat erin zal staan. Maar, nou, ze wil niet zozeer het boek verbieden als wel kijken wat er over nou ja, om jezelf te weten wat erin staat. Ja. Dat komt er dan op neer dat je de publicatie van het boek, of dat je een ander boek maakt. Maar het lijkt, lijkt me dat ze alleen kunnen wachten tot het verschenen is. En als er iets strafbaars in staat, dan als ze daar dan trek in hebben of ze zitten zo in elkaar, moeten ze naar de rechter lopen. Ja. Maar veronderstel nou even dat je zo'n agent bent. En veronderstel nou dat je het niet gedaan hebt. Alles is me gelukt in mijn leven, maar nog nooit om me voor te stellen dat ik een agent ben. Nou, ik veronderstelde even dat ik die agent was en dat ik het niet gedaan had. Ja, dan nog. Is er een, denk ik, een principe in het geding? Je wacht maar tot het verschijnt en gaat je dan bevragen. Er zijn foto's gemaakt van First Lady Hillary Clinton in de Vogue. Niet bloot, hè? Niet, nee. Heel erg juist verschrikkelijk aangekleed, maar wel door Anna Leibovitz, dus een van de beste fotografen die er rondloopt. Is dat, wat vindt u daarvan? Mooi, aangenaam, leuk, goed voor haar of juist niet? Past een beetje bij dat stel, hè? Die man van haar, hoe heet dat? Die Bill. Die heeft zich toch ook al eens uren laten knippen op een vliegveld, terwijl het hele verdere vliegverkeer gestremd was. Dus ze moeten maar doen als ze het niet laten kunnen. Ja. 70 voormalige straatrovers kregen van de Amsterdamse politie een brief thuis. Nog iets ontvangen? Daar stond in, geachte straatrover. De overvalgevoelige maand december moet gezellig verlopen. Wilt u zo vriendelijk zijn uw handen in uw eigen zak te houden en niet in die van een ander, uw dienstwillige diende of zoiets. Ja. Op dat moment denk je dan echt, terwijl je je best gedaan hebt om iets aardigs over Nederland te verzinnen, was ik hier maar weer weg. of juist was ik maar weer terug. Ja, in Brons, dit zijn die kleine absurditeiten. Ja. Ik liep van de week in Amsterdam een hele drukke winkelstraat en ik zag daar een paar zakkenrollers heel druk bezig. En iets verderop stonden een paar agenten met een ludiek aangeklede pop met de rug naar hun toe, pamfletten uit te delen naar het publiek, waarop de tekst stond, pas op voor zakkenrollers. Nee? Ja. Dus dit is ook zoiets. We leven in een stad hier waarin bijna alle misdaadsyndicaten van de wereld hun hoofdzetel hebben en de politie houdt zich bezig met zulke kinderachtigheden. Ja. Kunst op televisie is en blijft een zorg voor de minister en haar adviseurs ook van de Raad voor de Kunst. Stond in de krant, een nova over kunst zou er iedere dag moeten zijn om de kloof te versmallen tussen kunst en het publiek. Eens of niet eens? Nee. Waarom niet? Maar als kunst de moeite waard is, komt ze er zelf wel. En ik vind niet dat je een systeem moet hebben waar je kunst epidemisch onder het volk gaat verspreiden. Nee, dat vind ik een beetje onzin.
Die dingen bijten elkaar ook af en toe. En dat moet van geval tot geval bekeken worden. Dat ja. Systematische nova, wat dat dan ook wezen mag. Dat is een dagelijks nieuws. Ja, ja, ja. Nee, ja. Dat is ontzettend. Dat moet dus niet volgens u. Ja, ja, je zou zeggen dat het toch wel leuk is als mensen attent worden gemaakt op wat er allemaal aan prachtigs tentoongesteld wordt in musea. In dat verband kregen wij van de week een telefoontje. Meneer Van der Hoeven, u belde ons. Ik heb zelden iemand aan de lijn gehad die wanhopiger klonk dan u. Ja. Vertel eens waarom. Ja, leg het eens uit. Ja, want je organiseert een gigantische tentoonstelling. Wij halen kunst uit Rusland, dat zijn Koncherova's, dat is een Kandinsky. Je haalt van 40 van deze oude meesters hou je werk naar Zutphen. Dat ga je ophangen in twee musea. Naar Zutphen, naar Zutphen, hè? Ja, juist, denk eraan. Ja. Zutphen. Ja. Dat hang je op in twee musea's. Dat hang je op in een galerie en je bent 3 maanden bezig om de pers, de landelijke kunstpers uit te nodigen in de hoop dat deze mensen naar je toe zullen komen. Want je hebt deze mensen zo verschrikkelijk hard nodig. En nou draaien we 5 weken en er is 1 journalist geweest. En we hebben nergens zijn in terechtgekomen. En hoe hebt u die gelokt? Ja. Met heerlijke Zutphense worsten? En nee. Deze is helemaal uit zichzelf gekomen. Het is niet waar. Daar ben ik hem innig dankbaar voor. Ja. Maar we zitten zo met smart te wachten echt op die andere journalisten. Want ja, wij hebben dat publiek ook nodig. We hebben risico's gelopen. Ja. En met die kranten, die landelijke kranten, met die journalisten, daar, met die artikelen en die kranten, daar moet het publiek voor naar ons toe komen. En het publiek komt niet. Maar begrijpt u dat? Begrijpt u dat er geen journalist naar Zutphen komt om... Want je kan zeggen, hoe was het, is die tentoonstelling? Wij kregen een catalogus. Nou, inderdaad, van... Ja, voor zeggen, kan natuurlijk ook aan de tentoonstelling nou, liggen. Nou, als ik u dit laat zien, als u hierin bladert, dan ziet u dat het niet aan de tentoonstelling ligt. Hè? Nee. Maar laat uw licht daar eens over schijnen. Ik weet het niet. Zijn dat luie opzoomieters? Hij bedoelt waarschijnlijk dat er geen mensen uit Amsterdam komen. Nee, er komt geen hij krijgt geen journalisten naartoe die erover wil schrijven op zijn kunstpagina. Ja, dat bedoelt hij. Kijk, als er een mooie tentoonstelling is, vinden ze het natuurlijk veel interessanter om te zeggen, ik ben een weekendje in Londen of Parijs geweest, dan ik heb een dagje Zutphen gedaan. Maar dat geldt ook voor de Zutphenaar. Dat is. Ik denk dat de Zutphenaren meer op stap gaan dan de Amsterdammerse Zutphen. Ja, het is overigens wel zo dat er zijn dus 2 musea, het Stedelijk Museum in Zutphen en het Museum Henriette Polak, die schilderijen exposeren, en een galerie. Dat een galeriehoudster uit Amsterdam daar in die galerie 3 schilderijen heeft gekocht, die ze hier natuurlijk verkoopt voor 3 maanden prijs. En dan komen ze wel, hè? Dan is het wel goed. Ja. Nou, ik had zo graag gezegd, gewild dat u had gezegd, dat zijn ook luie sodemieters, die journalisten. Die stappen nog niet in de termijn. Dat doet u niet, hè? Oh, u bent zo mild geworden. Nee hoor, dan vraagt u mij gewoon nog eens te herhalen dat de regen nat is, hè, en dat de zon schijnt. Ja, tuurlijk zijn ze dat. Hè. Maar je hebt ook geen zin om te herhalen wat je al zo veel vaak gezegd hebt. En of het daaraan ligt, dat zou wel soms. Ja, bent u moe Maar als gestreden? Ik al zeg dat ze liever naar Londen of Parijs gaan, omdat er meer eer aan te behalen valt dan aan Zutphen. Meer te declareren valt ook. Dan heb ik toch in elk geval meer aan een ijdelheid dan een luiheid geappelleerd. En dat... Ja. Lijkt me ook heel erg. Ja. Hè? De tentoonstelling is er tot de 31ste van januari. Januari. Ja. Dus, ja. En in Zutphen dus, vlakbij Winterswijk. Ja. 9 jaar lang is het is er in het parlement hier gepraat. Over een nieuwe wet op de euthanasie. Die is er nu. Het blijft strafbaar. Maar als je het volgens de procedure doet, word je als arts niet vervolgd. Het Vaticaan is boos, vindt het een monsterlijke misstap. En onze minister van Justitie, Heer Balin, wilde het graag allemaal uitleggen aan de Osservatore Romano. Hij wilde zich laten interviewen. En zij hebben gezegd, nee, dank u wel meneer, want dat doen we nooit. Wat vindt u? Ja, dat euthanasie-debat. En wat is altijd vreemd in Nederland. Het gaat altijd...
dan weer om kleinigheden en details en nooit meer om de zaak zelf. Hè. Een soort schijnheiligheid en compromis dat er ontstaat. En ik weet trouwens ook niet wat Roomse politici met euthanasie te maken hebben. Hè. Ik bedoel, ik was al blij dat, te horen dat de paus misschien aan aids leidt. Want ik denk, dan heeft hij zijn koekje van eigen deeg. Hè. Want al die mensen, niet alleen de Roomse kerk, maar ook de politici, zijn toch verantwoordelijk geweest deze eeuw en andere eeuwen voor ongelooflijk veel oorlogen en bloedbaden. En je kan ze ook nu, kijk naar Bosnië en naar Kroatië, niet van verdenken dat ze moord en doodslag zelfs maar proberen te vermijden of die reputatie willen wekken. Dus zodra een politicus zijn mond opendoet over euthanasie, vertrouw ik hem net zoveel als een slager in het bestuur van de dierenbescherming. En verder, het zijn details en kleinigheden waar ze het dan over hebben, waar die een politiek debat dat ook achter de maatschappelijke werkelijkheid aanholt. En zo zal het altijd blijven hier. Hè? We zijn aan de andere kant wel het enige land waar zoiets is. Hè? Ik bedoel, we hollen er wel achteraan. Ze hebben er 9 jaar over gepraat. Er zijn nauwelijks iets opgeschoten. Ik geloof niet dat er een ander land is waarin ze toch al... Nee, het is wel zijn met alle compromissen van. Het is ontroerend dat ze erover praten, maar het blijven dingen waar ze zich niet mee te bemoeien hebben. Zaken dood en leven, geboorte en zwangerschap zijn geen zaken van politici. Het zijn zaken van mensen. En er kunnen vergissingen gemaakt worden. Dood is ook mensenwerk. Dus ik vind die hele discussies belachelijk. Ik vind niet dat je dat in een wet moet onderbrengen. En dat dat aan iedereen is om zelf te beslissen. Ja. En ik heb er ook vrede mee als anderen er anders over beslissen dan ik. Mm-hmm. Want daar houdt het mee op. Ja. Ik las in Humeuren en Temperament, ik citeer u daaruit even, uit uw eigen boek. Ik heb maar één wens, laat me... Heere God, sterven in mijn slaap op een bed van ijderdons, onverwacht als een gezonde 100-jarige en in volle vredestijd. Dat is het ideaal. En aangezien het ideaal niet nooit, maar nooit bestaat, zal iedereen daarvoor maatregelen moeten nemen. Misschien dat er aan één van deze voorwaarden voldaan zal worden, in mijn geval, maar ik denk niet aan anderen. Zover is het natuurlijk nog lang niet. Hè? Maar ik voor mezelf, ja, wat, ik zal toch tegen die tijd zorgen dat ik, als ik het wil, en in stilte vooral, een einde aan mijn leven zou kunnen maken. En ja, u schrijft voor het geval ik wilsonbekwaam zou zijn geworden, voldoende instructies voor dierbaren of bevoegden achter te laten om er een eind aan te maken. Maar nogmaals, als een ander daar ander over denkt, daar zou ik me niet graag mee willen bemoeien. Nee, maar u schrijft in Intimiteiten. Kort na mijn 40ste heb ik alle voorbereidingen getroffen om op elk door mij gewenst moment een einde aan mijn leven te kunnen maken. Mm-hmm. Is dat zo? Ja, of in gedachten? Nou nee, zo'n flesje heb ik altijd al wel in huis, ja. Ja? Dus, het programma is afgelopen, lijkt me niet echt een vrolijk einde, nee, hè, dit? Nee, om met dat flesje te eindigen. Nee, als u nou, laten we het proberen dan op een andere manier te eindigen, dit programma tenminste. Als u nou naar Holland komt, en wat is dan hetgeen waar u zich op verheugt? Dat u denkt, ha, ik ben er weer. Erwtensoep en haring. Ja. En natuurlijk rookworst van de HEMA. Maar ik moet altijd, je schaamt je daar een beetje voor, dus dan neem je zo'n zakje dat altijd te warm aanvoelt. En die dingen willen ook niet zo goed... Die kun je niet zo goed verbergen, dus dan hol ik van portiek naar portiek om daar telkens een
En dat mensen mij niet zien om daar een hap af te nemen. Hè? Ja. Waarom mogen mensen u niet zien? Nou, ik vind het ontzettend gênant met een rookworst op straat. Ja, het heeft iets menselijks, meneer Komper. Ja. Mag ik u heel hartelijk bedanken voor het feit dat u hier was en dat u mij de afgelopen weken weer zo ongelooflijk veel hebt laten lezen in die stapels boeken die u geschreven hebt. En een goede wens dan maar voor straks lekker slapen en morgen gezond weer op.